Ach Sam, het ligt niet aan je goede wil. Het ligt aan je krachtig liefhebben zoals maar weinigen kunnen. Sam, wie dat eens van jou nemen mag. Oh, hoe gelukkig zal zij zijn. Ik niet. Sam, heus, ik kan alles doen wat je mij in de brief vraagt. Heus. Maar één ding, Sam, kan ik niet doen. Sam, als ik voel dat jij zacht wordt en dat je je ongelukkig voelt, dan houd ik het ook niet vol. Dan moet ik je troosten. En zie, Sam, wat het mij zo moeilijk maakt, is dat ik niet vrij sta in het leven. En dat is voor mij een zo vreselijk arm gevoel. Dubbel arm, omdat ik weet dat je een rijkdom verwacht die ik je niet geven mag, niet geven kan. Schuw trek ik mij dan terug in mijn eigen binnenste, met een snik en een traan. Daarom heb ik de prent van Giotto met het ingehouden koord eenmaal lief gekregen en boven je schrijftafel gehangen. Die ingetogenheid, Sam, die zal altijd mijn deel zijn. Ik denk zeker wel dat ze verliefde gevoelens heeft gehad. Absoluut, die brieven die liegen er niet om. Ze zijn echt, het is echt een vrouw in tweestrijd. Die, ja, denk ik, moest kiezen tussen de verstand en de gevoel. De maan stond boven de aarde. Hoger en voller dan ooit, leek het mij. Maar ineens, Sam, zag ik iets heel vreemds. Daar zag ik plotseling, heel dicht aan de aarde gekluisterd, een andere grote gloeiende bal. Een hooimijten die brandde. Van boven sloegen er vurige vlammen uit. O, Sam, die vlammen waren net smachtende, verlangende armen die zich uitstrekten naar dat andere, zo onbereikbare licht. En die, net als Van Gogh's zonnebloemen, hun hart zelf leken te verzengen. Net als de vurige bal beneden die op aarde rond zal blijven dolen, tot hij zich eindelijk gevangen zal geven in heel, heel sterke armen die hem nauw omsluiten. Het is voor haar nooit een mogelijkheid geweest. Ik denk alleen dat hij wel iets aangeroerd heeft wat, ja, wat heel ja, diep van binnen zat. En wat, ja, misschien is het wel de eerste keer geweest dat ze echt verliefd was. Dat zou zomaar kunnen. Het is natuurlijk een liefde geweest, maar niet in de zin van dat ze een relatie hadden in de moderne zin van het woord, dat ze een buitenechtelijke affaire hadden, met elkaar het bed indoken. Maar ik denk iets wat veel, veel dieper ging en veel intiemer was. Wat ja, een zielsverwantschap. En dat is denk ik een vorm van liefde die veel, ja, dat gaat veel dieper. En dat heeft dus bij hun ook inderdaad jarenlang geduurd. En ja, je kan je afvragen, wat is erger als echtgenoot, dat je vrouw een keer met iemand een affaire heeft, of dat ze inderdaad een jarenlange, heel diepgaande intellectuele relatie met iemand heeft. Wanneer ben je iemand echt kwijt?